was heel wat aan de hand, hè? In Breda en in Doetinchem afgelopen week. Allemaal over Ralf Seuntjes. En ik begin met de mensen in Breda te feliciteren met de komst van Ralf Seuntjes. Ja, want luister eens even. Hij houdt van Breda en hij houdt van NAC. Maar dat niet alleen. Jullie krijgen er een topscorer bij, een goalketter. En het is ook nog eens een keer een leider, want dat is hij. Hij is ook nog een enorme persoonlijkheid, dat is hij ook. En hij is ook nog eens een keer een echte winnaar. Dat is Ralf Seuntjes. Pure prof. En volgend seizoen dan staan jullie daar in Breda in het stadion en jullie juichen, want Ralf Seuntjes heeft net gescoord. En jullie zingen dan met z'n allen, de wereld zal toch niet vergaan, want de liefde blijft bestaan. Ja, de liefde voor ons eigen NAC. Dat gaan jullie zingen. Maar nu eventjes terug naar Doetinchem. Want daar zijn hele rare dingen gebeurd de afgelopen week. Want die Seuntjes die heeft dat dus bekendgemaakt. En die heeft gezegd, ik ga voor 2 jaar naar NAC toe. En hup, en daar breekt gewoon de pleurs uit. Ja, daar in Doetinchem. Iedereen boos, iedereen kwaad. En er werd ook nog een keer zo'n aanvoerdersband afgenomen. Wat ik ook al een beetje raar vind, hoor. En toen gebeurde het, vrienden. Ik pak het er even bij, hoor. Ik pak het er even bij. Want ik ga jullie vertellen. Hier, het woord staat erop, hè. Seuntjes. En daar in Doetinchem. Jongens, jullie moeten niet vergeten, hij heeft dit shirt altijd met trots gedragen. Hè? Vergeet dat nooit. En hij is echt een professional en hij houdt, ik zeg net, hij houdt van NAC. Maar hij houdt net zoveel en misschien nog wel meer van de superboeren en van de graafschap. En wat doen jullie dan? En dan komt de harde kern en die komt met een spandoek van geen Ralf naar het eindstation en houdoe en bedankt. En ze hebben een brief geschreven waarin ze hebben gezegd dat Ralf Seuntjes eigenlijk direct moet vertrekken en uit de selectie moet en per direct naar Breda moet gaan. Wat een onzin en wat een flauwekul. Zijn jullie alles vergeten wat die Seuntjes allemaal heeft gedaan al voor de graafschap? Afgelopen seizoen maakte hij zoveel goals. Het is dat corona er was. Anders had de graafschap nu al in de Eredivisie gezeten door Seuntjes, door hem. Hier staat zijn naam nog een keer, ik zal het je nog een keer laten zien. Door hem. Ja, en ook dit seizoen is hij weer regelmatig beslissend geweest. En nou zeggen jullie van, sodemiet hem maar op. Alsof hij niet naar een andere club zou mogen gaan. Hé, hey, wat is dit nou? Hij kan toch niet zijn hele leven voor de graafschap blijven spelen? Wat is dat voor flauwekul? Hou dan mee op daar in Doetinchem. Dus wat gaan we doen vanaf nu? Want stel je voor, de komende weken gaat hij, die Seuntjes, die gaat misschien jullie en de graafschap naar de Eredivisie knallen. Ja, dat is wat er gaat gebeuren. En dan heb je enorme spijt van wat je nu allemaal gezegd hebt over hem. Dus koppen dicht daar bij de graafschap. En steun die Seuntjes. En wees dolblij dat hij nog voor de graafschap speelt.